De Tweede Kamer is tegen het plan van staatssecretaris Henk Bleker om de Hetwiegepolder voor 1/3 onder water te zetten. Volgens Bleker zelf is hiermee de laatste kans verkeken om de polder voor een deel te redden. We hebben een alternatief wat akkoord is van de zijde van de Europese Commissie. Maar als dat wordt weggeschoten, willens en wetens, door het Nederlandse parlement, dan rest ons maar één ding, dat is namelijk Vlaanderen te respecteren en aan onze verplichting te voldoen. En dat betekent dus de gehele Hetwiege onder water, zoals afgesproken in de Scheldeverdragen van 2005. Maar volgens Richard de Mos van de PVV, die tegen het plan is, is de zaak nog niet bekeken. Nou, dat moeten we nog maar zien. Er moet een inpassingsplan komen. Dat kunnen we juridisch gaan aanvechten. De mensen in Zeeland kunnen dat nog gaan aanvechten. We kunnen gaan protesteren. En ik heb zelf gezegd, als die dijk wordt doorgeprikt, dan ga ik ervoor liggen. Ik ga ervan uit dat de bevolking van Zeeland mij daarin zal steunen. Geen oppoldering van de Hetwiegepolder. En dat we tot de laatste druppel dan maar te zeggen zullen strijden. De Kamer stemt naar verwachting volgende week dinsdag over het plan van Bleker.